Yandino Asporaat is op Curaçao om zijn nieuwste film te promoten. Bombini Judesca in the House is de derde film voor de 40-jarige Yandino. Gisteravond was de première in de cinema's in Otrobanda. Curaçao voelt voor Yandino als thuiskomen. Het gekke is, ik ben nu zo vaak hier dat het voelt als ik in Nederland ben, dat ik daar op vakantie ben. En dit voelt bijna weer thuis, dus het is heel erg thuiskomen. Ik merk, bij deze film hebben heel veel mensen de film ook voor de tweede keer gezien in het buitenland. Weer twee mensen, ja, we gaan voor de tweede keer kijken. Ja. Denk ik. Is de film nog zo moeilijk? Nee, maar dat ze het zo leuk vinden dat ze nog een keer gaan kijken. Dat vind ik wel heel tof. Hey, Tara, ik blijf hier. Hey, je mag de auto hebben. Mensen die naar de film kijken, die Judesca bijvoorbeeld super leuk vinden. Het gaat van alle leeftijden, alle kleuren, alle verdienmodellen. Ze vinden het leuk. Ja. En dan gewoon. Lekker jezelf zijn. Het typetje Judesca dat Yandino doet, is jaren geleden ontstaan en is een persiflage van de Curaçaose vrouw. Paste kleding zien, James. Mijn zin in mijn neggele James. Als u niks anders bij u heeft. Het is rood en de onderkant is oplosbaar. Het smelt in je mond. Bij contactmakings gaat het schuimen. Ik hoop dat je grote trek hebt, want er komt veel schuim. Yandino zal het typische Judesca niet snel thuis voor zijn vrouw en kinderen doen. Je moet er echt je voor moet zitten echt helemaal. En transformeren. En het zou niet goed zijn voor mijn relatie thuis. Dus dat beter niet. Nee. De grap is bijvoorbeeld met Judesca, wat ik mooi zie, is dat mensen bijvoorbeeld in Limburg herkennen zichzelf in Judesca. Mensen op Curaçao, mensen van Maroek, mensen in Suriname, mensen in Groningen. Of ze nou wit zijn, of ze nou zwart zijn. Dat is het mooie aan een typetje. Dat de kracht van comedy is niet zozeer precies hoe je eruit ziet, maar hoe je iemand laat voelen. Positieve boodschap aan het eind. Je verwacht toch met Judesca alleen maar lachen en toch een positieve draai eraan. Ik vond de film geweldig. Maar ja, het verhaal is natuurlijk al herhaald en weet ik veel. Ik vond hem wel heel leuk hoor. Maar echt zeker. De film, ik vond hem geweldig. Nou, kijk, er is me net gevraagd om met de stem van Judesca iets te zeggen tegen Curaçao. En ik heb net uitgelegd dat dat niet kan. Dus hij heeft het wel goed geprobeerd. Maar voel het. Zie je voor je dat Judesca nou hier zou staan? En ze zeggen: Judesca, Curaçao, ik hou van jullie. Nou, alsjeblieft.